assistentie. Zijn er doden? Ja. Bij de unit? Judy. Ja, ze zat bij Lottie Venner toen het gebeurde. Allebei meteen dood. Lovett leeft nog. Al is daar alles mee gezegd. Hij zat in een kamer verderop. Ben en Kinky die zaten boven. Een paar schrammen, verder alles oké. Die bom, hoe komt die bom hier dan binnen? Nou, daar zijn ze niet aan begonnen. Gewoon via de buitenmuur. Dwars door de buitenmuur. Bam! Ik weet ook niet wat ik tegen hem moet zeggen. Wat je zei was goed. Blij je weer te zien. Ik dacht, misschien lig je hier ergens. Gelukkig niet. Op! De bom staat aan de buitenmuur van de kamer hiernaast, maar daar kunnen we nog niet in. De stroom geregeld, we hebben meer licht nodig. Ik haal ergens wel een lijn vandaan, makker! Pas op bij die muur. Die staat hier gelijk erin. Kom op. Lovett naar het ziekenhuis. Ja. Sorry, ik... Sinds Katja kan ik het niet zo goed meer tegen. Is niet erg. Ik begrijp het. Was jij hier? Ja, Kinky, de tekening hadden we net ingevoerd. Heb je iets opgemerkt? Iets ongewoons? Waarom hebben ze die verdomde Lottie Werner niet zo een kogel door de kop geschoten? Dit was toch niet nodig? Kennelijk wel. Huisdaal. Skilla. Als organisatie bestaat Skilla niet meer. Ja, mogelijk dat er nog ergens iemand rondloopt, maar... daar kon Ruisdaal onmogelijk mee in contact komen. En dan nog... Dit zijn andere figuren. Oké. Stel dat het mensen achter Skilla waren. Waarom hebben we er nog nooit iets van ze gevonden? Ik kom om weer te lachen. Ze lachte. Ja, had ze van die rimpeltjes rond de ogen.
Waren jullie verliefd? Ja. Althans, ik wel. Voor haar kan ik niet meer spreken. Ruwer Talsma. Van de unit. Ja. Marta Lobit. Blijft u zitten. Hoe gaat het? Niet goed. We zijn gestopt met opereren. Het was te gevaarlijk. Als hij stabiel is, proberen ze het opnieuw. Op het bureau. Ik begrijp het niet. Misschien is het beter dat we even naar buiten gaan. Wel eens over u gehad. Hij was wel eens boos, maar niet op u persoonlijk. Hij mag u wel. Hij leefde voor dat bureau. Gaan ze eindelijk naar hun nieuwe plek? Het is niet eerlijk. We weten het niet zeker, maar we denken dat het om een aanslag gaat. Een aanslag? Op bureau Zuidhaven? Niet op het bureau, maar op iemand die daar aanwezig was. Iemand die we in bewaring hadden. Het komt door de unit. Door jullie gedoe ligt Rijn hier nou dood te gaan. Hij is niet helemaal rat, als je goed kijkt. Oh, wat goed dat u ze heeft kunnen vrijmaken. Ik geef dat het belangrijk was. Ja, dat klopt. Maar breng maar terug. Bel de smid. Misschien heeft hij hem vernageld. We hebben goed nieuws. Of beter gezegd, Zwart heeft goed nieuws. Het probleem met mevrouw Werner is opgelost. Zij bevond zich in het politiebureau. Ja. Geen schoonheidsprijs. Ik wil geen details weten. Dat zal ik toch verheugen, niet? Mooi. Dan verheug ik mij op mijn beurt op een goede afloop voor de heer Ruisdaal. Klinkt misschien stom, hè? Maar je moet het je niet aantrekken. Het is jouw schuld niet. Je hebt volstrekt logisch gehandeld. Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan. En wat heeft Lobit daaraan? Of jullie? Niks.
Heel lang geleden zaten we net zo. Ja. Denk jij dan er wel eens aan? Soms. Het voelde ons toen kloten. Jij nog erger dan ik. Ik zat achter het stuur. Raak je nooit meer kwijt, hè, zo'n schuldgevoel? Nee. Maar we zijn er bovenop gekomen, toch? En het kan nu weer. Nou, kom. Breng je naar huis. We zijn er niet alleen kwijt, ze heeft nooit bestaan. En dat door Talsma's toedoen. Dat lijkt me nogal kras. Lottie Werner was een kopstuk binnen Skilla. Het laatste kopstuk. Die had rechtstreeks naar een extra beveiligde inrichting moeten worden gezonden. Maar die idioot van de Talsma, die wou er eerst horen. En in Zuidhaven of all places. Dat is niet meer dan logisch. We zijn al een keer verschut gegaan, weet je nog? Met Zuurbier. Dat wilde niemand nog een keer. Jij toch ook niet? Normaal mens leert van zijn fouten, stapelt er geen nieuwe bovenop. In het algemeen wil ik het wel met die stelling eens zijn, maar in dit geval... Talsma had er nooit naar Zuidhaven mogen brengen. Talsma wist niet wat hij aan haar had. Laat staan of hij iets had. Ja. En nou weet niemand het. Ik kan toch moeilijk iedereen die met een leuk verhaal komt aanzetten... opsluiten in een beveiligde inrichting. Trouwens... jouw officier Rieding was er ook bij. Ja, helaas wel. Twee handen op één buik. Maar mij houden ze er buiten, hoor. Ik weet van niks. En vriend en dolder kan op dit moment zijn geluk niet op. En ik sta voor joker. Heb je last van je image ten aanzien van de strafpleiters? Daar gaf jij toch nooit om? Ik doel op het OM. En wat dacht je van Den Haag? De PG ziet me al komen. Sorry, meneer Aerts, maar mijn mensen hebben mij er buiten gehouden. Kijk, Zuurbier was een misser. Desondanks accepteert de rechter een nieuwe kroongetuige. Een unicum in de rechtspraak, zoals u terecht heeft opgemerkt. We krijgen zelfs meer tijd om de zaak goed voor te bereiden. En straks wordt het proces hervat. En wat heeft het OM? Niks. Helemaal niks. Nog niet eens een dode kroongetuige. Maar wat brengen ze naar buiten als oorzaak? Niks officieel tot het onderzoek is afgelopen. Ze zullen wel een gaslek suggereren. Maar dat trappen die journalisten natuurlijk niet in. Heb je nog iets van de technische recherche gehoord? Ja. Bom was Semtex. Niet gemerkt, Oost-Europees waarschijnlijk. Goed geplaatst, ze kenden het gebouw. Zit u hier nog wel veilig? Het ging om Lottie Werner. Ik bedoel het gebouw. Dat het kan instorten, bedoel je? Ja. Er waren net een paar aannemers en de draagmuren zijn nog goed, dus... Ik help het zo open. Wij komen hier niet terug, dat is zeker. Maar eerst naar een noodgebouw, dan het nieuwe bureau. Nu kan opeens alles. Dus we zitten hier verder alleen? Ja. Zeg maar wat ik vragen wou. Kunnen jullie niet een man extra gebruiken? Ik dacht dat jij ons van die arrogante klootzakken vond. Dat zijn jullie ook. Moet je bij Talsma zijn? Ja. Maar kan jij dat niet een keer aankaarten als het zo uitkomt? We zullen zien. Koffie? Ja. Ik heb precies hetzelfde. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik dacht de hele tijd, hadden we... Tja. Daar zullen we het laatste woord nog niet over gehoord hebben. Nee. Maar het bewijst wel ons gelijk. Zuurbier die plotseling 180 graden omgaat. Zwager die het land uit wil als Van der Molen... maar op het laatste moment besluit om zelfmoord te plegen. En nu dit. Voor Lottie Werner waren ze kennelijk echt bang. En wie zijn die ze? Iemand die er alle belang bij heeft dat Ruisdaal vrijkomt. Ik hoorde van Ben dat je bij Lobit was. Haalt hij het? Het is toch ook verdomme. We vinden ze. We vinden ze en we pakken ze. En we laten nooit meer los. Ze zijn te dichtbij gekomen. Het is persoonlijk geworden.
Ja, dat geldt voor iedereen van de unit. We hebben een nieuw mandaat nodig. Nieuwe bevoegdheden. Niet alleen om die aanslag op te helderen, maar met name om alles wat erachter zit. Of denk je daar anders over? Ik weet niet. We hebben dat plutoniumonderzoek. Ik heb dat proces tegen Ruisdaal. Beroep op de uitspraak. Het wordt wel een beetje veel allemaal. Ik zal je zoveel mogelijk proberen te ontzien. Of denk je aan de tweede officier van justitie? Ik zou me dolgraag dat geheen en weer met Bilderdijk willen besparen. Het is goed. Mooi. Ik maak een notitie voor de korpsleiding. Ik leg ze alles precies uit. Nou, dan kunnen ze gewoon geen nee zeggen. Hoe schat u de kansen voor uw cliënt nu in? Nou, ik doe niet aan kansberekening. Ik verwacht niet anders dan dat de heer Suurbeer als onbetrouwbare getuige zou worden aangemerkt. En daarmee is vrijspraak voor mijn cliënt een onvermijdelijke zaak. En voor de andere verdachten? Dat lijkt me minder waarschijnlijk. Maar zoals ik al zei, ik doe niet aan kansberekening. Meneer de Dolle, mag ik u nog even vragen? En ik moet blijven lachen? Ja, dat moet iedereen. Ik wou dat je nooit verteld had dat we die mevrouw Werner hadden. Voor hetzelfde geld had ze niets geweten. Dan hadden we tegen Ruisdaal net zoveel gehad als nu. Een hoop indirect bewijs. Wat illegale geldstromen en foto's van hem met buitenlandse criminelen. Criminelen die nu veroordeeld zijn voor zaken waarin Ruisdaal hun partner was, hè? En heel veel illegale geldstromen. Ja, de Fiat vreet hem kaal, hoe dan ook. Die hoeven zich niet te forceren om te lachen. Dat jij toch ook niet? Hou hem vast, hè? Deze rechtbank heeft geen behoefte aan verder verhoor van de heer Suurbeer. Ik neem aan dat het OM en de verdediging hieraan ook verder geen behoefte heeft. Ik heb begrepen dat u de mogelijke nieuwe getuigen, zoals eerder door u genoemd, niet op de getuigenlijst wenst en dus vervalt. Dat klopt. U begrijpt dat de rechtbank hoopt dat dit een eenmalig incident is. Wij houden niet van nodeloos tijdverlies. Ik mag hopen dat u zich in de toekomst in dit soort situaties wat terughoudender zult opstellen. Mevrouw de officier... Sorry dat ik zo laat ben, maar ik denk dat we eindelijk beet hebben. Ik heb je toestemming nodig. Hoe is het gegaan? Dat wil je horen. Niet goed dus. Maar ja, dat wisten we. Suurbeer is onontvankelijk verklaard. Shit. Je weet dat het kan gebeuren, maar als het dan een feit is... Gelukkig hebben we één lichtpuntje. We kunnen hem vastnagelen. Zoals het hoort. We hebben een partij uranium onderschept. In de haven. Een behoorlijke hoeveelheid. Verborgen tussen machineonderdelen. En waar vandaan? Volgens de vrachtbrief komt het uit Stockholm. Er is een analyse gedaan. Het is verrijkt uranium 235. Grondstof voor plutonium. Dat spul wat die Finn bij zich had. Naar alle waarschijnlijkheid komt het uit Rusland. Dat was het monster en dit is de handel. Een deel ervan. Naar alle waarschijnlijkheid wel. Wat ik nou wil doen, ik wil het doorlaten, maar ja, daar heb ik jouw toestemming voor nodig. Nou, niet alleen die van mij, maar ook die van Bilderdijk. En die zal ongetwijfeld aarts inlichten. Hoe wil je het gaan doen? Volgens de papieren gaat het per zeevracht naar Bordeaux. We plaatsen een zender in die container en laten die vervolgens gewoon door het overslagbedrijf afhalen. En we volgen hem per satelliet. Maar de uranium moet er wel uit. Hoe bedoel je? Uit zijn container of waar die ook in zit? Het zit in een loden kist. Volkomen veilig. Dat maakt me niet uit. Ik wil het niet op mijn geweten hebben. Die kist kan verder, maar het spul moet eruit. Het spijt me, Ruud. Nou, nee, ik zat gewoon even aan de praktische kant van de zaak te denken. Maar goed, we halen het eruit. Thank you.
Udi. Er is zoveel dat ik je nog zou willen zeggen. En er is ook zoveel dat ik nog van je had willen weten. Maar dat kan nu niet meer. En sommige dingen zijn gewoon niet te begrijpen. Ook al gebeurt het. Ik weet niet waar jij nu bent. Ik hoop dat het daar leuker is dan hier. Weet je precies wat ik bedoel? De aanwijzingen zijn legio. Er is nog een partij in het spel. Naast of boven Skilla. En ze spelen het keihard, dat is duidelijk. Het is dat Lobert buiten levensgevaar is, want anders had je nog een begrafenis. Het is sneu voor Lobert, erg sneu. Maar hij is een goede handen. En het korps zal hem niet laten vallen. Nee, dat is je geraden. We willen wat doen. Het spijt me, Ruward. De zaak wordt overgedragen aan de Rijksrecherche. Wat? Op last van justitie. Je meent het. We rekenen het jou niet aan, maar het is nu over. Unit 13 onderzoekt de plutoniumsmokkel. De zaak heeft trouwens hogere prioriteit gekregen. We zijn daar zeer bezorgd over. Bilderdijk. Niet alleen Bilderdijk. Die beslist dat niet in zijn eentje. Reken maar dat dit het op het hoogste niveau is doorgesproken. De Rijksrecherche. Dat wordt helemaal niks. Dat gaat eindeloos duren. Ja, stil nou even. De zaak is persoonlijk geworden. Voor mij, voor de hele unit. Juist, daarom. Ik hoef jou niet te vertellen dat de zaak Ruisdaal er niet goed voor staat. Mogelijk wordt hij vrijgesproken. Ik ben bang dat jij je dan te veel laat leiden door je frustraties. Met alle gevolgen voor je beoordelingsvermogen. Je doet me mensen tekort en je doet mij tekort. Ruward, ik had het graag ook anders gehad, maar ik kan er niks aan doen. Je wilt er helemaal niks aan doen! Verdomme, het is toch waanzin? Niemand kan op deze manier nog werken. Ik hou ermee op. Ruward... Jij hebt me heel goed gehoord. Ik kap ermee. Je bent te gefixeerd. Eigenlijk al sinds de dood van Paul. Natuurlijk begrijp ik dat je persoonlijk betrokken bent. Ik begrijp dat. Maar het is niet goed. En ik ben bang dat Ruud en jij elkaar aansteken. Dit onderzoek moet rustig en wel overwogen worden gedaan, anders wordt het een catastrofe. En op nog meer rampen zitten we echt niet te wachten. Ik ben het niet met jou eens. Zelfs dat begrijp ik. Onze argumenten zijn wel overwogen en gebaseerd op harde feiten. Het klopt toch niet dat iemand als zwager in het buitenland een bestaan voert als een van der molen? Hij stond op het punt om te vertrekken, te verdwijnen met het geld dat vanuit Nederland in stromen naar hem werd overgemaakt. En weet je van wie dat geld kwam? Van Skilla. Via Hermes. Dus Skilla is nog steeds actief. Het kan me niks schelen wat zwager in zijn vrije tijd doet. Hadden we het toch eens een keer over op, die man is dood. Jullie dragen alles over aan de Rijksrecherche en die zoeken het wel uit. Vergis je niet, Adrienne. Ik hou je de hand boven het hoofd. En ook daar kan een end aan komen. Denk nou toch eens een beetje na. Dat zal ik doen, Winfried. Dat zal ik zeker doen. Ik heb wat voor je. Zet me ergens neer. Weet je wat het is? Raad eens. Hou op, ik heb daar geen zin in. Het is een videorecorder. Goed. En weet je waar die op aangesloten was? Nou? De camera aan de zijkant van het bureau. De buitenmuur waar de bom geplaatst werd. Nou, zet maar neer. Is de band gesmolten? Ik zou het niet weten, wat denk je? Wat zegt de TR? Die geloven er niet in.
dat is het? Ja. Het zijn de enige twee in het bestand die volgens de computer op die tekening lijken. En het zijn ze geen van beide. En dat weet je zeker? Ik heb hem maar kort gezien, maar goed genoeg om zeker te zijn. Ja. Wat vergelijkt die computer eigenlijk? Daar begrijp ik nooit wat van. Nee, dat weet ik niet. Moet je een kinkie vragen? Nee. Die laat ik maar even met rust. En wat nu? We gaan ermee op de buis. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Ja, wat zeggen we dan? Dat ze in plutonium handelt? We verzinnen wel wat. Ik weet niet waar hij is, sorry. Wie? Oh. Ben jij het? Iedereen is op zoek naar Talsma. Het zal wel, ja. Hoezo? Weet jij nou waar die is? Dat leg ik je zo wel uit. Hoe gaat het met je? Het gaat. Vroeg me af of je misschien zin had om vanavond bij ons thuis mee te eten. Is goed. Ben je bang dat ik anders in mijn eentje ga zitten kniezen? Misschien wel, ja. Dat moet je niet doen. Je bent in ieder geval weer bezig. Judy's moordenaar staat hier misschien op. Oh? Als de band niet gesmolten is. Van een surveillancecamera. Je weet maar nooit. Misschien heb ik geluk. Je weet dat al dat bewijsmateriaal moet worden overgedragen aan de Rijksrecherche. Waarom? Omdat zij dit onderzoek doen. Nou, niet voordat ik ermee klaar ben. Ben, is dat met je portable? Die is uit. Dat moet hier vanwege de apparatuur. Hoe is het met hem? Dat lijkt beter te gaan. Maar dat vertel ik je straks. Wat is er? Oh ja, ik wil graag die compositietekening van die pizzacouriers er op de tv hebben. Is oké? Ja, is goed. Doe maar. Wil je tekst nog horen? Nee, dat hoeft niet. Ik heb er de brui aan gegeven. Dat ben je niet. Serieus? Serieus. Dag Ben. Geen probleem. We hebben de tekening, dus het kan op zeer korte termijn. Heel goed. Is er iets? Niks. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. In het belang van het onderzoek worden er geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Van het misdrijf was de hier getoonde vrouw getuige. Haar signalement luidt blond haar, grijsgroene ogen, gemiddelde lengte en een slank postuur. De politie verzoekt de vrouw contact op te nemen. Ook verzoekt de politie een ieder die deze vrouw kent of haar onlangs nog gezien heeft te bellen met het centrale nummer 0800... 123 45 67. Maar u kunt ook met de plaatselijke politie bellen. Misschien belt ze meteen op om zichzelf aan te geven. Hm? Sorry. Ik heb eens uitgezocht wie er verantwoordelijk is voor die container. Expediteur van Bommel Kedi.
Dat uranium zal worden overgeladen op een Panamese trawler, de Dominica. Maar die komt pas over een paar dagen in Amsterdam. Dus we hebben alle tijd om het uranium eruit te halen, die zender te plaatsen. Het enige wat moet worden uitgezocht is die satellietfrequentie. Je hoeft me niet te overtuigen. Ik weet zeker dat je alles onder controle hebt. Verdomme! Je laat jezelf toch niet zomaar buitenspel zetten? Je geeft ze precies wat ze willen. Wat ze willen is dat ik mijn mond hou en dat ik braaf wat anders ga doen. En dat is nou precies wat ik ze niet geef. Als je wil protesteren, dan kan het er ook anders. Laat me nou maar. Ik ben van plan ermee op te houden. Ruward heeft gelijk, maar dit kan zo niet. Ik doe het proces nog en dan laat ik me overplaatsen. Ik heb erover nagedacht, maar het is goed om overal een streep onder te zetten. Weet Bilderdijk het al? Nog niet. Mooi. Hou zo. Waarom? Ben heeft nog een onderzoek te doen. Ja, dat kan hij ook met een andere officier van justitie. Sorry, Ben, maar dat is niks persoonlijks. Nee, dat kan hij niet. Jij bent de enige die op de hoogte blijft van het onderzoek. Wie er achter die aanslag zit. Als de Rijksrecherche daar ooit achter komt. Ook al komen ze maar een eindje. Ook al bijten ze in hun eigen staat of wat dan ook. Je zit op de ideale plek om informatie te krijgen. Bovendien, jij kunt de unit informeren. Je hebt gelijk. En jij blijft op de hoogte van wat de hoge heren zoal bekokstoven. Oké, ik doe het. Maar nou jij. Wat ga jij doen? Ik ga eens heel goed nadenken. We worden uitgerangeerd. Heel simpel. Heb je voorkeur? Voor wat? Maar we gaan eten. Wat heb jij? Maak je dat dan niet razend? Dat we van het onderzoek worden gehaald. Zomaar zonder reden. Dat klopt toch niet? Er zit wat achter. Het stinkt. Ours is not to wonder why. Ours is just to do and die. Ja, prachtig gezegd. Volgens mij heb je al last van karakterzwakte. Nou, zo had ik het nog niet bekeken. Je hebt een diep inzicht in mijn warme persoonlijkheid. Kinky! Je zou toch bij de readings eten? Volgens mij doe je er in het leven het beste aan zo min mogelijk afhankelijk te zijn van mensen die het voor je kunnen vergallen. Dat is waar. Nou. Zie je? We zijn te vroeg. We wachten hier even. Het rendezvous is een eindje verderop. Maar we moeten daar precies op tijd aankomen. Hm? Vond je eerst mooie? Pech voor je. Nee, niet zo onaardig. Hou op. Nou... Mooi ding. Dacht dat je het geverfd had. Nu kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Maakt het uit. Ze kennen je toch niet. Is zij soms gedood door dezelfde mensen die papa hebben vermoord? Jessie, niet zo. Wat nou? Mag toch wel vragen? Misschien. Dat weten we niet. Waarom houdt Tom Ruurt er dan mee op? Hij is een principieel mens. Als enige doet hij dat om. Weet je wat ik dus niet begrijp? Waarom jij wel doorgaat met de unit als jullie zo worden tegengewerkt? Omdat dat beter is. En dan laat je Ruurt barsten. Ik laat hem niet barsten, maar soms moet je schipperen. Je hebt gewoon geen principes, dat is het. Mama is best wel principieel. Wat weet jij er nou van? Iemand die geen principes heeft, die doet de ene keer dit en de andere keer dat. Net zoals het uitkomt. Kijk maar naar die zuurbier. Die heeft zeker wel principes. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel hoe dat ging. Hoe mama dat deed.
Die man is een moordenaar, maar omdat hij zijn vriendjes verlinkt, krijgt hij plotseling geen straf meer. Nou, dat is toch ziek? Dat is het ook. Dat heeft je moeder niet verzonnen. Ze was er zelfs op tegen. En ze had gelijk, want Surbio was onbetrouwbaar. Krijgt hij nu dan wel straf? Wat mij betreft de hoogste straf die er is. Ik laat u zo weer met rust, maar ik wilde alleen even weten hoe het met de operatie is gegaan. Maar kennelijk zijn ze nog bezig. Hoe lang al? 5,5 uur. Kan ik iets voor u doen? Wilt u iets drinken? We redden ons wel. Goed, dan ga ik maar weer. Ik wens u veel sterkte. Dank u. Ja, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar zo staan de zaken. Je bedoelt de zaak. We hebben er nog maar één. Oké. We hebben twee duidelijke sporen. Het eerste spoor... Wacht even, Ben. Ben jij vergeten dat ik tweede man ben op deze unit? Ja, op die grond ben ik aangesteld, dus... Dus niks. Wat mag dat betekenen? Dat het mij een hele slechte zaak lijkt als jij de unit hier gaat leiden. Jij bent niet een van ons, jij bent van het OM. Oude koeien, Harry. Iedereen is hier voor deze unit uitgezocht, door Talsma persoonlijk. Behalve zij. Zij is door Bilderdijk naar voren geschoven. Daar hebben we het al eerder over gehad en dat is uitgesproken. Ruard heeft me mijn kans gegeven, in eigen persoon, weet je nog? En ik wil helemaal niks afdingen op Ben, maar ik sta wel mijn recht. En als jullie het daar niet mee eens zijn, dan vind ik dat heel erg jammer. En dat betekent? Dat betekent dat de korpsleiding maar moet zeggen hoe het moet. Rebecca, is dat nou wel verstandig? Als Moldijk doorkrijgt dat wij aan het ruzie slaan als Talsma weg is... dan heeft hij gewoon de boel op. Gaat ook dat plutoniumonderzoek naar een andere unit. En dat is het einde verhaal. Dag, unit 13. Mag ik iets zeggen? Zoals ik het heb begrepen, is Talsma nog niet echt vertrokken. Misschien komt hij wel terug. Als Rebecca en Ben nou samen de honneurs waarnemen, totdat er duidelijkheid is, is dat geen goed idee? Ja, prima idee. Wat vinden jullie? Oké. Bressler? Jij moet de politieke man. Hé, dat is goed nieuws. Nee, laat maar. Doen we liever zelf. Ik kom meteen naar jullie toe. Iemand heeft de tekening van tv herkend. Hey. Dat is mooi. De auto was groen. Licht? Donker? Donker. Donkergroen. En zo speciaal glanzend. Hoe noem je dat? Metallic. Het merk? Ik weet niks van auto's. Kenteken? Heb ik niet naar gekeken. En die man? Die heb ik niet gezien. Was er geen man? Ja, er was wel een man. Maar u kon hem niet goed waarnemen. Het was donker in de auto. Er stonden zoveel bomen. En dan ook nog, hij zat aan de andere kant van haar. U heeft zijn gezicht niet kunnen zien. Geen haardracht. Nee. Kleur. Niets. Sorry. Ook geen kenteken. Maar deze vrouw in de auto bij een man. Nou, dank u wel. Wacht, zijn hand. Ik heb zijn hand gezien. Daar zat een streep op. Streep? Ja. Van hier tot hier, een grote streep.
Maar wat doe je nou? Ik spoel hem heen en weer om de band weer strak te trekken. Maar weet je ook of er wat op staat? Nee. Nee. Hij zou barsten van de storing door al die kreukels. De magnetische informatie kan zijn doorgeslagen, zelfs helemaal weg zijn. Probeer het nou maar. Oké. Nee, ik zie wat. Ja. Er staat dus wat op. Ja, goed om te weten, verwacht niet te veel. Door dat emulsiegruis lopen de koppen steeds weer dicht. Dus? Dus, ik kan het niet meer alleen af. Kom terug, jongen, alsjeblieft. Het is je tijd nog niet. Laat ons niet in de steek. Hij is wakker, maar hij merkt niets. Shock, zegt de dokter. Door de explosie. Het gaat nog een tijd duren. Ik hoorde dat de operatie geslaagd is. Daar ben ik blij om. Blij? Waarom? Dat hij blijft leven. Leven? Hij is verlamd. Zal nooit meer kunnen lopen. Wat heb je? Hierop staat als het goed is het klooster van de aanslag. Hoe is het nou? Niet zo goed. Nee. Je was erbij, hoorde ik, hè? Ik zat een verdieping hoger. Het is gewoon een puinhoop. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Laat zien die band. Je weet natuurlijk niet waar die zit. Nee. En waar is hij gestopt? Op 3/4. Sorsa, that's his name. I'm afraid he's dead. No, I'm not sure, but he was very ill. It was impossible for us to question him. Finse ambassade. Our Ministry of Health will know that. We don't know anything yet officially. He had a rather unusual illness. I'm sorry, I can't give you that information. Yeah, I understand, but it's not up to me. I think it's best if your ambassador deals with it through his own channels. You're welcome, bye. Wie zo dood is een pier. Weet jij waar hij naartoe is gebracht? Militair ziekenhuis waarschijnlijk. Misschien hebben ze hem wel uit elkaar gehaald, ten behoeve van de wetenschap. Moet je anders met een onbekende vinden. Hij is als vermist opgegeven, ja? Door de vrouw die hem lief heeft. Dat was explosie. Dat is niet veel. Wat wil je? Een fractie van een seconde was die camera weg. Van hier gaan we terug. Wacht eens even. Camera door. Ja, hij is niet stom.
dit de vrouw die jullie zoeken? Volgens mij heeft ze zich behoorlijk verzet. Overal blauwe plekken. Ze is gewurgd. Nou, dan zal ze wel verkracht zijn ook. Stond dat er allemaal nog op, ze? Kijk. Ja, wat? Zijn hand.